vind ook dat je een ongelooflijk gezellig man bent. En ik heb ook wel een beetje te doen gehad afgelopen jaar. Ik dacht, jeetje, die leuke Maurice, die in elk interview eigenlijk gewoon eerlijk is over hoe het gaat met Ajax, die dan gewoon door de mangel wordt gehaald. Want dat is echt gebeurd, heb ik het idee. Nou ja, wat ik vooral ervaren heb, is dat je in tegenstelling tot je vorige clubs, dat je de samenwerking miste. Zoals ik dat bij VVV 5 jaar heb gedaan, bij Sparta. Zodat iedereen in zijn kracht komt. Niet alleen ik, maar iedereen. En dat heb ik wel heel erg gemist. Voelde je dat al meteen toen je binnenkwam? Er klopt hier iets niet? Nee, niet zo snel eigenlijk. In het begin had ik wel het idee dat we het samen zouden doen. Dan zie je gaandeweg zo'n voorbereiding, zie je dat het toch niet gaat. Of dat er toch andere keuzes worden gemaakt als de spelers die niet alleen ik, maar ook de rest van mijn staf heeft aangedragen. De scouting heeft aangedragen. Dus eind juni ga je dan komen er een paar spelers op dat veld. Maar je weet, oké, ik heb mijn team nog niet compleet. Nee. En je hebt zelf wel een paar mensen die je dan wil hebben. Ja. En Misintat was er toen ook al. Ja. Wat was nou zijn idee van, oké, hoe gaan we dat Ajax weer opbouwen? Nou ja, zijn idee was vooral jonge jongens binnenhalen in de hoop met een aantal jaren voor heel veel geld verkopen. Maar ik vond dat we op dat moment veel meer behoefte hadden aan andere type spelers. Aan veel meer type spelers die echt bij Ajax pasten. Nederlandse spelers. Een aantal jongens die al bij Ajax hadden gespeeld. Jongens zoals Taljefico, Dest, Noah Lang, Ziyech is nog besproken. Ja, dat waren de mannen die we allemaal terug wilden halen. En aan hun hand de talenten, Brobby, Taylor, Hato, Reis, laten groeien. En daar werd uiteindelijk niks mee gedaan. Hij had heel erg duidelijk een ander idee en een andere visie daarover. Ja, want hij gebruikte een soort spreadsheet-achtig model met allemaal, die heeft daar gescoord, die heeft daar aan dat gewerkt. Ja. De keeper die daar bijvoorbeeld gehaald was een Duitse keeper. En de keuze tussen de Duitse keeper en de keeper die ik wilde van Sparta. Mm-hmm. Olij. Olij. Ja, iedereen wilde Olij. Dus niet alleen de scouting, maar ook de hele technische staf. Dus ik heb ook aan die desbetreffende keeper uitgelegd van, het is niet zo dat ik jou niet wil of jou niet goed vind. Maar als ik nou kan kiezen tussen twee keepers waarbij de ene de leeftijd hebt die we missen, de Nederlandse taal spreekt. Ik al 2 jaar zowel bij NAC als bij Sparta succesvol heb gewerkt. Die zijn trainer heel goed kent. Ja, dan, ik denk, als jij nou in mijn schoenen zou staan, welke keuze had jij gemaakt? Goed, dat heb ik wel die spelers allemaal één voor één uitgelegd. Of uitgeprobeerd te leggen. Maar je merkte wel dat is wel een issue geweest. En gebleven. En dat heb ik eigenlijk, tot op het einde heb ik dat zo gevoeld. Ja. Dat gevoel dat gaat zich een beetje opstapelen. Je hebt elke keer nog wel de spirit en de mentaliteit om er elke dag het beste van te maken. Want weet je, hoe je het went of keert, Ajax is gewoon de grootste club, de meest succesvolle club. Dus als je daar dan uiteindelijk bent, dan wil je er ook alles doen om het succesvol te maken. Ondanks de, in mijn optiek ook wel tegenwerking. Maar ik was en bleef natuurlijk wel gewoon verantwoordelijk voor de resultaten van Ajax. En uit bij Fortuna en uit bij Excelsior, ondanks dat ik niet helemaal tevreden was over de samenstelling en over de kwaliteit van de groep, moet je die wedstrijd wel gewoon winnen. En dat is ook niet gelukt. Dus dat is ook mijn verantwoordelijkheid. Dus dat kan ik op niemand afschuiven. Maar in alle opzichten heb ik nooit het gevoel gehad dat ik één ben geweest met deze spelersgroep. En dan met name met de nieuwe spelers. Wat dan die mislint dat? Ik bedoel, ik neem aan dat jij zijn bloed wel kan drinken. En andersom. Want dat op een gegeven moment, jullie spraken niet eens meer met elkaar. Hè? Nee. Dat is toch echt de laatste situatie die je nodig hebt. Ja, en wat je totaal niet verwacht bij Ajax. Ik mag er toch wel van uitgaan als ik naar een instituut als Ajax ga, die altijd succesvol zijn geweest door samenwerken. En tot 3 jaar geleden, op 10 seconden na de Champions League finale, miste. Mm-hmm. Door een geweldige samenwerking tussen Ten Hag, Overmars en Van der Sar. Dan mag je er toch wel van uitgaan dat daar samengewerkt gaat worden. Ja. En dat is dus een behoorlijke inschattingsfout van mij geweest. En Van der Sar, je noemt die naam. Neem je hem nog iets kwalijk? Nee. Want hij was een directeur. Nee, wat kan ik hem kwalijk nemen? Niks. Nee. Het is gewoon een tombola waarin alles verkeerd is gevallen. Ja. Ja, want ik voelde vanuit de club, heb ik ook heel lang en eigenlijk tot op het einde dat vertrouwen wel gevoeld. Mm-hmm. Ook vanuit de supporters. Ja, in dat opzicht
heb ik ook geen enkel verwijt naar eigenlijk wie dan ook binnen Ajax, ook op dit moment. En de club geweldig. De mensen heb ik heel fijn mee samengewerkt. De supporters waanzinnig. Mm-hmm. Ja, die maanden bij Ajax, dat is, ja, de club heeft op mij een onuitwisbare indruk gemaakt. Ja, dat is, ik kan me ook voorstellen dat het dan echt de grote droom is om daar dan te zitten. En die droom die is nu voorbij. Ja. En zie je dat dan nog terugkomen? Of? Nou, kijk, ik denk niet meer dat ik ook nog trainer bij Ajax zal worden. Maar dat is natuurlijk wel. Kijk, en dat is natuurlijk wat overheerst. Is, nee, als je na al die jaren eindelijk een keer de kans krijgt bij zo'n mooie club, bij zo'n grote club. Nou, dan is het natuurlijk heel teleurstellend dat dan zo afloopt. Mm-hmm. Want ja, weet je, het had zoveel anders kunnen zijn. Mm-hmm.